Maxime Verhagen, we zijn hier bij de Tweet-up. Waarom heb je die georganiseerd? Nou, ik had op een gegeven moment 10.000 volgers. En ondanks 17.000 nu. Het duurt al 17.000. Ja, we lopen al 7.000 achter. Dus we gaan hard op naar de 20.000. Maar in het begin waren er een aantal enorme fanatieke mensen die iedere keer weer zeiden dat ik het echt was. Want dat was de vraag. En ja, omdat ik die mensen ook een beetje werk uit zijn handen wilde halen. En ze tegelijkertijd wilde bedanken dat ze al vanaf het eerste uur mij volgden. Zeg ik van jongens, ze gaan. Dat is eigenlijk gewoon jouw eerste fanclub. Heb je ze geselecteerd op een of andere manier? Want er waren 800 mensen die wilden komen. Nou, we hebben in het begin een heel klein fanclubje gehad. Die in het begin een keer hier zijn geweest. En toen met 10.000 hebben we het een beetje verbreed. Ik heb ze niet zelf geselecteerd. Het heeft de afdeling voorlichting gedaan. Maar dan ze wisten wel dat ik slijtermeisje, die heel boos was, dat ze bij de eerste keer er niet bij was, ja, ik vond dat ze erbij moest zijn. Nou, weet je wat het was? Hij had de vorige keer 4 mannen uitgenodigd. Ja. Ja, en het was dus net of er hier op het ministerie geen vrouwen binnen mochten. Maar jij hebt een spreekbeurt gegeven en dit is op Politiek 24 uitgezonden. Nou, dat hoorde ik net, dat de minister-president... We hebben het doorgeprikt naar Politiek 24, want er was niks te melden uit de ministerraad. Even, wat zijn de gevolgen? Wat zijn de gevolgen van dat jij een kanaal hebt direct naar 17.000 kiezers? Nou, en heel veel journalisten. Nou, kijk, de gevolgen is dat je toch buitenlands beleid, het werk wat ik doe, dat je dat iets dichterbij bij de mensen brengt. Veel dichterbij. Ja, veel dichterbij. Want het gekke is, toen ik hier kwam, toen was het hele ministerie, dat was alleen maar gericht op om uit te leggen wat wij wilden in Washington, in Brussel, in Parijs. Maar niet in Nederland. Nou, ik ben een politicus. Ik word gekozen door Nederlandse kiezers, door Nederlandse mensen. En dat vertellen ze ook bij de medewerkers. Vertellen ook, Bot was geïnteresseerd om het vooral rustig te houden in Nederland. En jij wil dingen uitleggen op het scherpst van de snede. Ja, absoluut. Omdat het ertoe doet. Wat wij doen, dat raakt rechtstreeks de Nederlanders. Als het gaat over hun eigen veiligheid, over hun eigen werkgelegenheid, over hun eigen milieu. Ja. Nou, dan moet je ook laten zien wat je doet. Want als je niet uitlegt wat je doet, dan zeggen ze, jongen, ik heb niks met jou te maken. Wat is nou, hoe vinden je medewerkers het? Heb je nog veel problemen daarmee gehad? Ik zie het alleen maar jou op Twitter. Ik zie geen enkele andere minister. Hoe controversieel is dit binnen het politieke vierkante kilometer? Nou, het is hier op het ministerie is het echt controversieel. Ik had op een gegeven moment echt mijn, niet de antwoorden, dus niet de replies, maar mijn echte tweets, die komen ook op de website. Maximevragen.nl of zo. En toen had ik op een gegeven moment een gesprek gehad met de Iraanse ambassadeur. Dat was voor de huidige ellende. En die was hier en die was met iemand van de mensenrechtencommissie, zogenaamde mensenrechtencommissie uit Iran. En toen had ik gezegd van ik heb met Iran, de vertegenwoordiger van Iran gesproken over het onderdrukken van homoseksuelen, over het schenden van mensenrechten, het vervolgen van mensen die geloofsafval zijn. En toen werd de ambassade boos. De ambassade werd boos. En die zaten... De Nederlandse ambassade werd boos. Nee, ja. De Iraanse ambassade werd boos dat het op de website stond. En toen belde meteen de afdeling voorlichting of de afdeling Azië. Belde naar mijn voorlichter. Welke idioot heeft dat erop gezet? Nou, die idioot was ik zelf. Maximaar, ja. Hey, wanneer ga je iets in het Engels doen? Nou, dat doe ik eigenlijk niet. Je kunt met de huidige Tweety kun je 2 accounts doen, Nederlands-Engels. Kun je makkelijk fotootjes en video's erop zetten? Ja, dat kan wel. Ik kan wel, dat zou ik eens uit moeten gaan zoeken hoe dat moet. Maar kijk, ik richt me met name op de Nederlandse mensen. Om de donervoudige reden dat ik wil uitleggen wat Nederlands buitenlands beleid inhoudt. Ja, maar is het ook niet gewoon hartstikke leuk als jij naar allerlei andere landen gaat, dat op een andere manier je communiceert? Want dat is ook daring, maar net zo interessant. Ja, maar ik ben in die gesprekken ook redelijk daring, kan ik je zeggen. Maar privé, in kleine groep. Ja. En ook op de andere manier. Ja. Dus dat, maar daar denk je nog over na. Ga jij de iPhone 3GS kopen? Daar zit namelijk die sneller en daar zit video in. Dan zou je namelijk ook gewoon een beetje kunnen lullen, ja, voor de camera. Dat zou leuk zijn, hè? Ja, maar weet je het probleem was? Laatst viel mijn oude iPhone. En die was kapot. En toen heb ik dus weer een nieuwe. Maar dat was nog steeds de oude 3G. Want ja, die 3GS was er nog niet. Ja, en daar zit je toch... Nee, maar denk je aan video. Nu je deze stap hebt gezet, denk je ook aan video. En denk je aan Engels. Kijk, het aardige is wel om steeds verder te gaan. Je moet je verder ontwikkelen. Je moet ook gebruik maken van nieuwe mogelijkheden. Video hoort daarbij.